hege jaren. Met taalbewerkingsbedrijf te geren, al meer dan 30 jaar. En we maken van alles. Wat maar van metaal is? Al, van metaal maken we hier alles, ja. Ja. Plaatwerk, laserwerk, draaien. Altijd te geren? Ja, we altijd te geren geweest. Ja. Past net een trein tussen. Nee? Nee. Het zal niet zwaar, komt net goed. Dus je maakt het te geren? Ik wil mooi te geren. Ja, ja. Altijd te geren. Ja. Maar dus ik nooit personeel gewoon? Nee, ik nooit. Wel stage erin is. Maar daar had ik mee op. Ja, waarom? Nee, geen behoefte om. Lekker te geren. Alles te geren moet je. Ja. Dan een paar uur langer. Ja? Ja. Dat is altijd bentwest. Te geren op vakantie. Ik? Ja, vaak wel. Maar had je dan altijd geerwerk in? Op vakantie ben je dan ik nog een keer bij elkaar? Ja. Ja. Kijk, niks aan de dat hebben we nog een keer. Ja. Aard van beestje. En dan die mensen zitten bij hem dan hoor. Nou, praten soms niet zo vallen. Soms zei je ook haast niks. Nee? Nee, dan moet ik een keer dat ding wat beleefd hebben. Nelt ze meer. Dat ding die je beleefd hebt, je bent altijd te geren. Ja. Nou ja, beleven wat wat. Ja, maar ik altijd te geren, denk. Nou ja. Maar je mag ik te geren? Ja. Ja. Altijd als zijn west? Vroeger bij Zwarte Man. En de laatste, zeg maar, zie je niet zo wat? Te geren, ja. Te geren. Met een dwarp. En hoe bevalt dat? Prima. Goeie buren. Ja? Ja? Ja, mooie streek. Ja. Ja. Hoe gezellig? Ja. Oh ja. Op zijn tijd gezellig, ja. Ja. Maar nooit een vrouw, hoor? Nee, we hadden dus Karel samen. Net echt verkeerd, nee. Mooi te geren? Ja. Ja. En hoe lang heb je hem nog terug? Doe hem dit hier of het laatste. Dit laatste hier. Ja. En dan? Dan vat ik geraniums. Vat ik geraniums? Ja, vat ik geraniums. Ja. Net erachter. Lekker moeten door een bankje. Drop uit. Ja, zoveel dingen. Ja. Dit is hem dan. En wat is dit? Dit is een bamboepoala. En die staat te bloeien. En dat is uitzonderlijk op hem zelfs net. Want alle bamboes die gaan een keer in de bloei. En er is ik bekend dat ze dan daar gaan. Dat kesteltje, want normaal ben die stalen die ben grien. En deze wordt giel. Dat is je normaal net. Als ze er al knipst worden, dan wordt ze giel. Maar deze wordt al giel, wil staat er steeds te bloeien. Alleen het nuvere van deze is, die staat je nog maar jongen hier. En ze bloeien pas vanaf hun 80ste hier. Het heeft alles met erfelijk hier te maken. Het is een heel nieuwsgierig verhaal. Maar toen de bamboe in Nederland populair begon te worden, toen hebben ze in grote hoeveelheden importeerd uit China, waar ik wil zie, maar ik wil hele paal. En om aan zo volle mogelijk paal te komen, hebben ze die dingen stutsen. Ze hebben oerlstekjes van maken.
En die lieten ze groeien en dan maken ze weststekjes van. En zo hebben ze heel snel vermeerderen. Maar die stekjes die hebben alle keer de genetische opdracht van de memmeplant, van de oorspronkelijke plant, meekrijgen, om jaren na 80 jaar in de bloei te gaan. Tussen hun 80ste en hun 120ste jaar. Nou, dat heeft deze dus onthouden. Deze die komt dus van een memmeplant die minstens 80 jaar oud weer. Nou, en dan hebben we een heel mooi probleem, want dan moet er uit de groen wij. En hij is in de groen nog taaier, dus boven de groen. Dat ik weet het net hoe ik dat hebben zal. Dan maar wel een mini-kraantje bij, wat ik leeuw. Ja, het is mooi, Paul. We hebben hem gedeeld zetten, want hij dekt zo mooi de inkijk waar je een zitje om de hoek. En hij dekt dat zo mooi aan. En wat ik erg leuk is, bij het winter dan is hij het vergaderplek van de mosken. Dan zit er groot vol mosken. En dan hebben wij het buurtnijs van de mosken, zeg maar zeggen. En die gaan soorten vertellen. En dan heeft hij aan het katten, want die heeft dat natuurlijk onmiddellijk in de gaten, dat die plant vol van mosken zit. En waardoor die gekke katten, die proberen hierin op te klemmen. Nou, dat wordt dus niks. Dan komen ze tot Jelwische wat en dan in één keer die polen, zo, en hups, dan lijkt de kat weer.